In het weerbericht hoor je vaak de term stapelwolken voorbij komen. De officiële naam van dit wolkengeslacht is cumulus. Vanwege de donkere onderkant en die witte opgebolde bovenkant hebben ze ook wel iets weg van een bloemkool. En daarom worden ze ook wel bloemkoolwolken genoemd. Maar hoe schieten deze wolken als kool uit de grond? Op een zonnige dag wordt het aardoppervlak opgewarmd door energie van de zon. En die energie wordt vervolgens overgedragen aan de onderste luchtlagen die ook warmer worden. En warmere lucht heeft een lagere dichtheid en is ook lichter in vergelijking met koudere lucht dat een hoge dichtheid heeft. En die warme lucht begint als het ware als een bubbel op te stijgen, net als een hete luchtballon. En dit wordt ook wel atmosferische convectie genoemd. Hoger in de atmosfeer wordt die warme bel lucht dus omgeven door een koudere luchtsoort en het begint hierdoor zelf ook af te koelen. En op een gegeven moment wordt de dauwpunttemperatuur bereikt. En dit betekent dat de lucht verzadigd is met waterdamp en die waterdamp gaat over naar waterdruppeltjes. Dit is de faseovergang van water in gasvorm naar de vloeibare vorm. De hoogte waarop dit gebeurt wordt het lifting condensation level genoemd. En dit staat gelijk aan die donkere onderkant van de bloemkoolwolk. Uit verschillende grafieken waarin je de temperatuur en de dauwpunttemperatuur met de hoogte ziet veranderen, kan je afleiden op welke hoogte de wolken dus ongeveer ontstaan. Door het condenseren, dus die overgang van waterdamp naar waterdruppeltjes, komt warmte vrij. En dit wordt ook wel latente warmte genoemd. Omgekeerd kost het proces juist energie. Denk aan een pan water die op het vuur staat en waar stoom boven ontstaat. Door die impuls van de energie heeft de wolk genoeg energie om verder uit te groeien. En al die onregelmatige stijgende luchtbewegingen zorgen ervoor dat de wolk er net uitziet als een krop bloemkool. Op een rustige zomerdag blijft het vaak bij onschuldige bloemkoolwolken. Met veel neerslag hoef je dan geen rekening te houden. Maar dat is niet altijd het geval, want die bloemkoolwolken kunnen ook uitgroeien tot zware onweersbuien. En dat noemen we de cumulonimbus. Meer weten over wolken en het weer? Help ons dan te groeien als bloemkool door je te abonneren op ons YouTube-kanaal.